Welkom bij Via Maastricht. Vorige week zag u de fietsers en hardlopers in de onderste tunnelbuizen tijdens het tunnelweekend. Nou, pal erboven in de bovenste tunnelbuizen waren er andere activiteiten. Nou, onze wandelaars konden tijdens het tunnelweekend een wandeling maken door een gedeelte van de bovenste tunnelbuizen. En daarin konden ze kijken naar een expositie, hoe we A2 Maastricht gerealiseerd hebben over de afgelopen 5-6 jaar. Er was een filmzaal, daar kon je nog even terugkijken, maar ook vooruitkijken naar bijvoorbeeld het gebruik van de tunnel. Er waren informatiestands van collega-projecten, zoals bijvoorbeeld de ombouw van de Noorderbrug en Maastricht bereikbaar. Maar natuurlijk ook over de bovengrond. Onze herinrichting. En er waren informatiestands van onderaannemers van Avenue 2, zoals bijvoorbeeld de Mebin, die hier het beton heeft geleverd. En als je dan buiten komt, dan kon je nog een wandeling maken, een stuk de flyover op. Die hangt nu nog als het ware in de lucht. Maar je had vanaf daar wel een heel mooi uitzicht op de vier tunnelbuizen. De tweede dag van het tunnelweekend, de zondag, had een bijzondere start. Dat klopt, Nira. We vonden het heel erg leuk om de directe omwonenden van de A2, van het tunneltracé, om die nog een keertje heel speciaal uit te nodigen voor een tunnelontbijt. Want uiteindelijk zijn zij degene die de afgelopen jaren de meeste overlast letterlijk voor hun deur hebben gehad. Ik denk in het begin is er wat stofoverlast geweest en wat met het drillen van de damwanden. Maar ja, goed, ik denk dat ze alles aan hebben gedaan om het om zo min mogelijk de overlast te beperken. Ik vind het knap, zoals ze toch allemaal hebben kunnen omzeilen en het verkeer hebben kunnen laten doorstromen. En dus dan neem je die dingen voor lieverlee mee. Ik vind het een geweldig initiatief, absoluut. En ik vind het ook leuk om te zien dat daar zo massaal op gereageerd is. Ik vind het heerlijk om even met het gezinnetje er even uit te kunnen en een lekker ontbijtje te eten. Ook leuk dat je verschillende buren nog tegenkomt. En het ziet er al af uit, dus ik heb er volle vertrouwen in dat het over een paar maanden open gaat. Nou, wij zijn op dit moment vooral bezig met het analyseren van alle testresultaten. En daar komen dan nog restpunten uit. En bij die restpunten moeten worden bekeken of die per se nog voor de ingebruikname moeten worden opgelost of dat die kunnen doorschuiven. En het streven is dan dat wij in de tweede helft van november kunnen bekendmaken of we de tunnel in december in gebruik gaan nemen of dat het eind januari wordt. Tot zover deze aflevering van Via Maastricht over het tunnelweekend. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.